Mis u dat ook wel eens? Ben je net lekker bezig? Mis je het belangrijkste moment van de dag? 17:15, Nederland 1, 1 vandaag. Ze waren er allemaal, ridders, vikingen, Romeinen, geallieerden en nu ook de nazi's. Tijdens het festival Levende Geschiedenis in Horst deden duizenden mensen mee aan reenactment, ofwel het naspelen van fameuze veldslagen. Onder strikte voorwaarden mogen nu ook Duitse oorlogshandelingen uit de Tweede Wereldoorlog worden nagedaan. We gaan nu op pad. De strijd aan met de Bataven die in opstand gekomen zijn. Groepen! Aan! Company, Vizaya! Ruim 700 figuranten spelen sleutelmomenten na uit de Nederlandse geschiedenis. Reenactment of levende geschiedenis. Een hobby die uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is overgeleid naar Nederland. Reenactment is proberen zo dicht mogelijk bij de originele tijd te komen, bij de oorspronkelijke tijd. En zo dicht mogelijk de gedachtenwereld van die mensen te benaderen. Hun kennis, hun kunde, hun leven te benaderen. Onderzoek te doen naar hun leven. En daarmee onderzoek doen naar onze eigen geschiedenis in feite. In het normale leven werkt Maarten Dolmans bij de gemeente Venlo. Maar om het weekend tijdens dit soort festivals is Dolmans een Romeinse krijger. Ik heb niks met sigarenbandjes. Dat is voor mij. Of met postzegels. En ik er wel ook hele mooie tussen zitten. Maar ja, dit leeft voor mij veel meer. En dat doet het voor die andere mensen ook. En het hele gekke is, ik moet altijd weer eventjes wennen als ik de 20e of de 21e eeuw weer instap. Dus ja, dat, hier ben je er echt helemaal uit. Je bent aan het eind van het weekend moe, maar geestelijk ben je volledig weer herboren. De geschiedenis beter begrijpen door het na te spelen. Ruim 100 groepen zijn er in Nederland actief mee. Elke club kiest een eigen tijdvak. Van viking tot ridders en van Romeinen tot nazi-soldaten. Het gasten, maar goed gespeeld met de groep. Ik hoor net complimenten van de Amerikanen, dat vonden ze leuk. Die willen straks om 4 uur in. Het is apart inderdaad, maar wat ik van het publiek hoor, ze vinden het prachtig om te zien. Duits is nog niet zo lang toegestaan in Nederland. En het Amerikaanse, het Britse gebeuren, dat is heel erg bekend, in West-Europa vooral. En nu dit Duits onder streng toezicht toegelaten wordt, is het toch... Men kent het niet en vreemd maakt geliefd soms. Duitse soldaten. Het ligt gevoelig, maar de reenactors zijn er blij mee. Sinds kort is het toegestaan om ook dit gedeelte van de geschiedenis na te spelen. Voor het publiek is het natuurlijk wat leuker. Als er schermutselingen zijn, een schijngevecht, dat er natuurlijk wel een beetje gelijke partijen zijn. En wat ik net zei, we hebben wel eens meegemaakt dat er inderdaad 4-5 Duitsers waren. En dan komen daar 80 Amerikanen op af. Ja, en dan is het snel gebeurd natuurlijk. De club kan natuurlijk neonazi's aantrekken, maar dat is nou precies wat ze niet willen. Door een streng reglement proberen ze foute types te leren. Wij hebben toestemming om een weermachteenheid uit te beelden, daarbuiten om niks. Doen we dat wel, dan liggen we eruit en dan hebben we een probleem. En Hitler goed? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Strengste bedoeling. Wij groeten op een weermachtmanier, gewoon de rechterhand aan de pet. Absoluut geen rechterarmpje omhoog. Hakenkruizen? Hakenkruizen zijn bij wet niet verboden. Je mag ze dragen. Heeft iemand er problemen mee, dan mag je ze afknippen of iets doen dat het te zien is. Het is bij wet niet verboden om met een hakenkruis te lopen. Er zijn mensen die hebben wel eens gekke gedachten, en zeker bij het bekende kruisje op je borst. Oh, als ik dat daar mag doen, mag ik mijn hele ideeënpalet vrijgeven. Nee, dat is niet de bedoeling. Je wordt dus ook, je hebt een aanlooptijd van een jaar, een kennismaking over en weer. Is dat een persoon die serieus mee doet en zich inzet voor een goede uitbeelding? Of zit er toch een diepere gedachte achter van... Maar die zijn er in Vroning toch weinig. Voor deze man is reenactment meer dan alleen soldaatje spelen. Het is leven aan de frontlinie nauwgezet nabootsen. Van wapens en uniformen tot aan het kleinste detail. Alles wordt zelf gemaakt. Thuis in Grubbevorst is Dolmans ruim 20 uur per week in zijn werkplaats te vinden. Ik moet eigenlijk deze, die heeft ze... Kijk, die is nog niet klaar. Want... Die plaat moet ik nog knippen. Oh, ik ga je dan gewoon op de herstingen. Die komt dan in het midden, zoals bij het origineel. Hij doet diepgravend onderzoek om alles zo secuur mogelijk na te maken. Hij interviewt onderzoekers en struint musea af.
en ontdekt soms zelfs fouten in de geschiedschrijving. Wat iedereen altijd jarenlang gedacht heeft, wat in alle literatuur voorkomt, dat het botmateriaal is. Maar dat is het helemaal niet. Want botmateriaal kan die zijwaartse krachten helemaal niet aan. Als je dit draagt, dan gaat dat wringen aan die riem, dat bot dat breekt. Dus toen ben ik hem op een gegeven moment van gewei gaan maken. Ja, dit is wel een heel klein stukje, maar je maakt er gewoon van gewei. Als je dat soort draagbeugels, die zware krachten moeten kunnen hebben, zijwaartse krachten, als je die van gewei maakt, heb je er 10 jaar plezier van. Dus ik heb een brief geschreven aan het British Museum en gezegd van joh, waren die dingen niet van gewei? En na een aantal maanden kreeg ik van de conservator een bericht terug van verdraaid, je hebt gelijk, ze zijn van gewei. Het ziet er precies hetzelfde uit als bot, maar het moet gewei zijn. Dus ja, een kleine bijdrage aan de wetenschap, zeg ik er maar. Naast veel tijd is het ook een kostbare hobby. Dit soort spul dat leen ik altijd uit aan musea. Deze heb ik niet helemaal zelf gemaakt, maar wel voor een deel. En ja, die is nog een graadje erger. Dit is, het is een ijzeren binnenhelm. Daar zit zilverblik omheen, 368 gram om precies te zijn, 136 zilveren klinknageltjes en daarnaast de hele zaak ook nog verguld. En wat kost dit? Hier heb ik 2.500 euro aan materiaal in zitten. Maar ik heb hem, omdat ik hem uitleen aan musea, laat ik hem verzekeren voor 20.000 euro. Dat is die nu waard als je hem nu moet laten maken. Dus ja, dat is, ja, blijft het pas zien. Niet alleen de spullen zijn tot in detail nagemaakt, ook de spelers gaan helemaal op in hun rol. Come near, up close on the right, march! Roest op je huilas. Waarom heb je niet gepoetst? Geluid. Te leuk. Week lang wachtlopen. Hou wil ik er de af! Das kan je! De grootste voldoening voor een reenactor is het publiek iets bijbrengen van de periode die wordt nagespeeld. Dus je zit in een bepaalde rol. En we moeten die rol zo goed mogelijk spelen. Het publiek moet het gevoel krijgen alsof ze terug zijn in de tijd. Daar draait het om. Want wie er gaat winnen of verliezen is niet zo spannend. De uitkomst van iedere veldslag staat namelijk vast in de geschiedenisboeken. We zijn blij dat we het eerste gevechtje mogen winnen tegen een groepje van 6 Engelsen. Dus dat is alweer een keertje leuk voor ons. Maar uiteindelijk verliezen wij altijd. Wat dat betreft doen we de geschiedenis exact na. Dat is, en gelukkig dat we verliezen, laat ik het erbij zeggen. Die eeuwige verliezen. Ja. Dat wist je van tevoren. Dolmans daarentegen wint altijd. En voor hem was het festival dan ook één groot succes. Ja, ja, ik heb zeker genoten. Ja, ja, het is, ik heb weer een heleboel vrienden leren teruggezien. Na zoveel tijd. Want je ziet elkaar bij dit festival één keer per jaar. En wij soms tussendoor nog een beetje. Ja, ik wil graag vanavond de ronde gaan maken. En handen schudden. En over rond kijken, want daar kom je gewoon nu niet aan toe. En je hoort het, ik word alweer opgeroepen voor de militaire diensten. Dus het drukte al om. Ja. En maandag gewoon weer op kantoor. En maandag weer normaal op kantoor, ja. Het leven gaat gewoon door. Maandag weer op kantoor, hoe dat dan moet met die week wachtlopen voor straf. Dat is mijn raadsel. Dit was één vandaag. Heel graag.